Ja, goedemorgen. Tenminste, hier in Wiel is het goedemorgen. Het is vandaag maandag. Kijk op mijn iPadje, 6 december. Het is best wel vroeg al. Ik denk ik ga op tijd mijn filmpje opnemen. Ik deed mijn gordijnen vanmorgen open en het was helemaal mistig. Het was nog donker ook nog. Het was donker en mistig en het is nog steeds mistig. Het is inmiddels iets van 9:30 of zo en het is nog steeds mistig. Dus het wordt denk ik een grijze dag vandaag. En er wordt zelfs een beetje sneeuw voorspeld volgens mij. Dus het zal wel nat zijn. Het zal ook wel niet blijven liggen. Nou ja, we gaan zien of dat inderdaad zo is. Op zich een lekker pak sneeuw. Als het echt blijft liggen. Oh, dan vind ik het eigenlijk wel weer leuk. Vandaag ga ik jullie meenemen naar vlog 82. En vandaag gaan we werken in zwart-wit. Want ik heb nu alweer een heleboel hele kleurrijke dingetjes gedaan. En ik dacht vanmorgen met het grijze weer, we doen zwart-wit. En dat heeft ook nog een dubbele reden ook nog. Want ik wil eigenlijk van dit hele project in ieder geval 9 zwart-witte schilderijtjes hebben. Zodat ik een mooi geheel kan maken van 9 schilderijtjes bij elkaar in de frames. Dus ik probeer dat nog even voor elkaar te krijgen. Dus een zwart-witte met een beetje zilver natuurlijk. Hè. Dat beetje glimmertje zit er bij mij altijd wel in. Dat is in tegenstelling tot het schilderijtje van vlog 81. Want daar ben ik losgegaan met goud. Dus ik ga jullie even draaien. Dan kunnen jullie even zien wat dat geworden is. Zo, even kijken of dat blijft staan. Ja, dat blijft wel staan. Nou, dat is dus een beetje de aardetinten waar ik mee begon als ondergrond. Bruin, groen, geel en inderdaad, op het laatst heb ik daar nog met goud wat in gedaan. Ik zal hem even van dichtbij houden. En dan kun je het, als ik het licht er een beetje op laat schijnen, ook goed zien dat het die goudkleur er mooi in uitkomt. Hoop ik. Even kijken of dat gaat. Nee, je ziet het nog niet. Ja, dat komt dat er geen zonnetje op schijnt, denk ik. Maar, nou, wel een mooi patroontje. Ik vind het echt een beetje een retro dingetje geworden, dit. Echt zo'n retro patroontje. Heb ik wel vaker, hè. Dat ik, dat ontstaat natuurlijk gewoon intuïtief, zonder plan. Op zich ook weer totaal geen onder- of bovenkant aan. Kijk, hier zie je wel die mooie kopertint ook hierin. Of goudkleur was het, trouwens. Geen koper, maar goud. Kijk, als ik hem een beetje kantel, kun je het toch wel zien. Goed, dit was dus, ik zal het nog even laten zien, nummer 81. En daar heb ik natuurlijk weer een mooi sieradensetje bij. En dat is deze geworden in hele mooie groentinten. Ik zal het even van dichtbij laten zien. Een hanger met heel veel tinten groen. Ik denk dat hier echt wel 10 kleuren groen in zitten. Een mooie overloop. Het valt inderdaad wat langer deze. Ja, ik vind het zelf wel een spectaculair modelletje. €25 kost de hanger. De armband die erbij zit is deze. Natuurlijk ook met heel veel kleuren groen. Een metalen basis. Ik zal hem nog even weer omdoen, dat je even kan zien hoe dat zit. Je trekt hem als een veer om je pols. En ja, het zit eigenlijk prima. Het is ongeveer, zeg ik altijd, vanaf 15 centimeter pols zo'n beetje. En dan zit er echt nog wel rek in tot 18 centimeter. Want dit is heus nog wel wat flexibel. Daar valt nog wel wat aan te buigen. Het materiaal zelf aan zich is onbreekbaar. €20 voor de armband. En een paar subtiele knopjes deze keer. Ook natuurlijk in de verschillende groentintjes. Zijn, nou, nog geen centimeter, denk ik. Dus het zijn echt wel de kleinste die je kan maken. En het kostte €12,50. Daar ben ik weer. Dus deze design, kijk, als ik het zo'n beetje voorhoud, kun je het een beetje zien. Het is een echt wel subtiele modelletje, dit. Nou, ik denk, die kun je trouwens ook weer bestellen in alle kleuren. Als je zegt van, ik vind zo'n hanger wel heel mooi dat het wat langer valt. Ook te bestellen in rood, in zilver, in zwart. Alle combinaties die je maar wil. Maar dan heb je even een beetje een idee bij hoe dat eruit ziet.
En er zit een kettingje tussen, maar het kan eigenlijk altijd zonder kettingje gedragen worden. Goed mensen, ik heb een... Er staat bij een ochtendinstrumentale ontspannende achtergrondmuziek. Nou, hoe heerlijk lijkt me dat? Lekker op maandagmorgen een lekker ontspannend ochtendmuziekje met piano. Ik doe hem vast aan. Ja, dat klinkt natuurlijk lekker. Ik heb mijn oortjes ook vergeten. Dus ik moet wel eventjes met jullie meeluisteren naar het ontspannende pianomuziekje. Er zitten zelfs vogeltjes bij. Dus wordt het toch nog een gezellige maandagmorgen. Ik heb een kopje koffie. Deze keer zonder kaneelschuimtje. Eventjes maandagmorgen. Even alles weer gewoon normaal. Dus een kopje koffie. En ik ga jullie naar beneden draaien. En we gaan starten met een zwart-wit. En ik zie jullie strakjes weer.
Ja, mensen. Daar ben ik weer. Ik zie dat al op bijna 3 kwartier staan. Dus ik ga de muziek even uitdoen. Zo. En even laten zien hoe ver ik gekomen ben. Even kijken. Nou, zwart-wit, dat is het zeker. Een beetje overbelicht zie ik. Nee, zo gaat het goed. Nog geen idee waar dit gaat eindigen. Even laten zien dat dit nummer 82 is. Nou, dit wordt wel. Ja, het wordt toch wel altijd wel iets verrassends. En ik ga hier nog even met zilver aan de gang. Terwijl er een appje binnenkomt, hoor ik. Dus ik ga hier nog zeker een typisch Tineke finishing touch aan geven. En daar heb ik alle tijd voor vandaag. Dus dan ga ik lekker op mijn gemakje even doen. Ik heb hierin gewerkt met acryl inkt. Ik zal het nog even laten zien. Dit is de witte. Oh, even kijken of dat goed gaat. De van Amsterdam. En volgens mij is dit de titanium wit. Ja, dit is de titanium wit. Ja, die dekt wel goed eigenlijk. Vind ik altijd wel leuk om mee te werken. En de zwarte inkt die ik gebruikt heb is van Daler en Rowney. Dat is deze. En je merkt gewoon, als je met deze inkt werkt, kun je hele fijne lijntjes trekken. Want die is ja, mooi vloeibaar. Dus als je een heel fijn penseeltje neemt, kun je daar super fijne lijntjes mee maken. En dan krijg je dus inderdaad de lijntjes zoals dat. En dat krijg je met gewone acrylverf eigenlijk niet. Want daar is je gewoon te dik voor. En misschien dat ik straks ook nog even met die nieuwe abstract verf er even in ga. Want daar heb ik verschillende tuutjes bij. Hier zit nu een heel smal tuutje op. Maar ik zal het even laten zien. Je kunt er dus meerdere tuutjes op doen. Kijk even hoe leuk dit is. Dit is eentje met 2 tuutjes. En dit is zelfs eentje met 3 tuutjes. Dus 3 lijntjes naast elkaar trekken. Misschien dat ik dat hier nog in ga doen. Ik weet het eigenlijk nu nog niet helemaal. Dus het, ja, omdat ik intuïtief werk, heb ik van tevoren dus nooit een plan. En omdat je nooit van tevoren een plan hebt, hoef je er ook niet druk over te maken of het wel of niet lijkt. Of het, weet je, het, ik zeg altijd, go with the flow. Dus ja, het kan zijn dat het schilderijtje straks nog totaal verandert, dat er een hele andere laag overheen komt. Het kan ook zijn dat ik er subtiel nog wat dingetjes bij in verander. Ja, ik weet het van tevoren dus nooit. Dat is het mooie, vind ik zelf, van intuïtief werken. Dat je dus inderdaad werkt zonder plan en gewoon kijkt van, nou, waar heb ik nu zin in? Welke kleur zal ik erbij doen of welke vorm? En nou ja, ik heb hier nog ook nog de acrylstiften klaar liggen. Ik zal ze even laten zien. Deze zijn ook van Amsterdam. Dit zijn de zwart-witte in 2 diktes. Ik zal even zeggen dat dit de 4 mm is en die kleine volgens mij de 2, dacht ik. Even zien, waar staat het op? Ja, 2. Dit is de 2 mm en die andere is de 4 mm. Ik heb ook nog de hele dikke, maar die zijn voor deze kleine schilderijtjes meestal, vind ik, zelfs iets te dik. Dus ik denk dat ik hier ook iets mee ga doen. En ik heb nog klaargelegd voor een zilver finish, ook van Amsterdam. De zilver metallic, die dekt super goed. En ik heb hier dus zo'n fijn tuitje op, hè. Heb ik jullie al eerder laten zien. Die kun je open en dicht draaien. Zodat je niet gelijk van die hele dikke klodders gebruikt. Want deze verf is ook wat duurder. Het zijn al die special verven zijn altijd wat duurder. Dus ik gebruik het eigenlijk alleen maar als accentje. Zoals in dit schilderij hiernaast heb ik ook. Daar heb ik de goudkleur weer in verwerkt. Maar dat doe ik dan rechtstreeks vanuit de tube. Heb ik hierin met het haar. Heb ik goudkleurige streepjes tussen gezet. Dat kan rechtstreeks uit de tube. Het is geen super fijn lijntje. Hij is ongeveer denk ik 1 mm of 2 zo'n beetje. Maar ja, je merkt gewoon dat je zuiniger werkt als je deze dopjes erop hebt. Dus een aanradertje. Dus al mijn special verven hebben allemaal tegenwoordig zo'n dopje. En ik heb ook nog deze acryl inkt nog klaarstaan. Ik weet ook nog niet of ik hem ga gebruiken. Deze is van Liquitex. En dit is een metallic, dit is een zilver. Je moet die metallics altijd heel goed schudden. Want als je dit even laat staan, dan komt er zo'n helder laagje bovenop. Dus je moet het altijd even heel goed schudden. Ik heb ze hier ook nog in koperkleur en in goudkleur. En ik denk deze staat er al wat langer.
Ja, dan kun je zien dat daar zo'n laagje op komt, die wat dunner is. Dus deze moet je altijd heel goed schudden voor gebruik. Dat geldt eigenlijk voor alle acrylinkt hoor. Je moet ze altijd, en die stifter moet je ook altijd schudden voor gebruik. Dus altijd even goed, dan verdeelt de verf zich even goed, mengt de verf zich even goed en dan dekt die ook beter. Dus dat geldt eigenlijk voor alle inkten die ik gebruik. Altijd eventjes goed schudden voor gebruik en dan gaat het gewoon beter. En de inkten, ja, ik heb ze tegenwoordig ook in alle kleurtjes, bevallen mij supergoed. Je kunt er zulke leuke effecten mee krijgen. Ik vind het echt een toevoeging aan, aan de gewone acrylverf, zeg maar, die ik altijd al gebruik. Omdat je gewoon hele andere techniekjes kan laten zien in je werk. En je kunt er veel fijner mee werken. Maar je krijgt ook een beetje dat aquarel effect als die kleuren een beetje in elkaar overlopen. Als je kleuren gebruikt, vandaag dus niet. Maar als ik in het schilderijtje van de vorige keer, als je dan kleuren gebruikt dat ze in elkaar overlopen, dan krijg je mooi dat aquarel effect een beetje. Daar hou ik ook erg van, vind ik ook erg leuk. Dus dat een beetje over de dingetjes die ik nog misschien met dit schilderijtje ga doen. Nou, het eindresultaat zien jullie natuurlijk zoals altijd in de volgende vlog. Voor de nieuwe kijkers zeg ik dat nog maar even. 100 schilderijen en sieradenproject. En ik maak iedere keer één schilderijtje. En dan maak ik daar een mooi sieradensetje bij. En het eindresultaat zie je altijd pas in de volgende vlog. Dus het eindresultaat van nummer, wat was het nou? 82 zie je dus bij 83. En dan heb ik daar een mooi sieradensetje bij gemaakt. Of soms heb ik hem nog in de voorraad hoor, dat gebeurt ook wel eens. Als ik het nog in de voorraad heb en ik heb hem nog niet eerder gebruikt, dan komt het ook mooi van pas. En ik heb in de collectie met zwart, met zilver en wit heb ik best wel veel. Want dat is een veel gevraagd item altijd. Ik heb nu zelf ook, ik zal het even laten zien, kijk. Deze zwart met wit, ik had een grijsachtig dingetje aan. En ook zwart-witte hangeroorbelletjes. Zijn ook allemaal te bestellen in alle kleuren die je maar wil. Hè? Dus ik zeg het nog maar een keer. Ik maak alles zelf. Dus zoek je voor de decembermaand nog een leuk cadeautje. Of voor iemand anders. Of misschien voor jezelf. Kijk even op mijn website. Daar staan een heleboel voorbeelden op. Het is niet een echte webwinkel. Maar een website. En daar staan contactgegevens op. En een heleboel modellen staan erop. Die je eigenlijk in alle kleuren kan bestellen bij mij. Dus zie je een leuk model, dan kun je contact met me opnemen en zeggen van joh, hij staat erop in zwart-wit, maar ik wil hem graag in rood. Of ik wil hem graag in blauw met groen gecombineerd. Dat kan. En ik doe het altijd zo dat dan even een voorbeeldje aan je app of aan je mail hoe het geworden is. En dan kun je nog even kijken. Kan ik alsnog een kleine aanpassing maken als je zegt van nou, ik vind toch dat er iets meer blauw bij je moet. Of iets meer zilver of een klein fijn lijntje van iets. Dat kan dan eigenlijk ook nog. En je bent ook nooit verplicht tot afname bij mij. Want vind je het echt niet mooi, dan gaat het gewoon niet door. Of dan maak ik weer wat anders. En dan verkoop ik het gewoon wel weer op een andere manier. Dus daar doe ik eigenlijk nooit zo moeilijk over. En als je bij mij iets bestelt, het kan ook altijd nog geruild worden. Het enige wat dan betaald moet worden is de verzendkosten. Maar het past allemaal in een brievenbusdoosje. Het is meestal past het in een brievenbusdoosje. Soms als het een hele grote armband is, dan is het net iets te dik. Maar in principe passen de meeste dingen passen wel in een brievenbusdoosje. En het mag altijd nog geruild worden. Ik doe er nooit zo heel erg moeilijk over. Dus heb je wel een idee om iemand een leuk sieraadje te geven, maar je bent niet zeker over de kleur of over het model, dan kun je er dus bij vermelden dat ze bij mij op de website, of misschien gewoon wel, woon je toevallig in de buurt van Wehl bij Doetinchem, kun je bij mij ook in het atelier komen. Dat kan ook op afspraak, kan dat altijd. Sowieso vind ik het leuk om een keer te komen kijken. Deze hele winter werk ik weer thuis in mijn atelier. Dus wees welkom. Maak een afspraak en dan kan dat. Goed, voor de mensen die ook nog op social media zitten. Je kunt me vinden op Facebook. Atelier Typisch Tineke voor mijn schilderwerk. En Typisch Tineke voor mijn sieraden. Ik zit op Pinterest. En op Pinterest, als mensen het nog niet kennen, moet je zeker even gaan kijken. Voor creatieve mensen is dat één grote bron van inspiratie. Voor mij ook. Daar heb ik nou echt tientallen borden op staan met allemaal creatieve dingetjes. Dus op het gebied van schilderen, maar ook op het gebied van stof, papier-mâché, mozaïek. Nou, je kunt ze gek niet bedenken. Ik heb zo'n ontzettend breed scala aan creatieve dingen erop staan. En al die borden staan openbaar, dus die kun je zo zien.
Dus vind je het leuk om me daar te volgen? Kijk even op Pinterest. En Instagram zit ik ook. Dus je kunt mij eigenlijk overal weer vinden. Of onder Atelier Typisch Tineke of onder Typisch Tineke. Dus vind je het leuk om me daar te volgen? Nou ja, ook welkom. Geheel vrijblijvend en gratis en voor niks, zeg ik altijd maar zo. Dus ja, we kruipen heel langzaam een beetje richting de feestdagen. Ik heb alvast een heel leuk filmpje opgenomen voor tegen de feestdagen aan. Ik kan er nog niet zoveel van verklappen natuurlijk, maar dat wordt vast heel leuk. Nou ja, deze maand heb ik het voor de rest, ja, we kruipen naar de feestdagen toe, een beetje grijzig allemaal. Dus ik heb nog een aantal filmpjes te gaan. Ik heb nog 18 schilderijtjes te gaan in dit project. Dat loopt ongeveer door tot half februari. Dus hou me in de smiezen, want dan begin ik met een nieuw project. En heel af en toe licht ik een tipje van de sluier op, maar dan moet een oplettende kijker zelf een beetje opletten. Want af en toe geef ik hele kleine hintjes. Als je goed naar mijn filmpjes kijkt, kun je dat soms zien. Wat ik in mijn nieuwe project ga doen. Dus heel spannend. Ben ik ook al heel druk mee geweest. En nog steeds heel druk mee. Dus de voorbereiding kost daarvoor ook best wel veel tijd. Dus, maar daar heb ik nu ook alle tijd voor. Weet je, het is ook een leuk project nu er toch weer veel thuis moeten zijn. Dat ik toch weer iets gevonden heb waar ik zelf mezelf uitermate mee kan vermaken. Maar ik hoop jullie straks ook. Dus hou me in de smiezen. Half februari gaat het ongeveer starten. Ik weet nog niet exact een datum, want ik maak dit project natuurlijk even helemaal mooi af. Dus dat kunnen jullie op rekenen dat in ieder geval helemaal afkomt. 100 schilderijen en sieraden. Dus ja, dat is best een projectje geweest. Daar ben ik in 2021 lekker druk mee geweest. En ja, ik vond het superleuk. Hele leuke reacties van jullie ook. Een aantal hele bijzondere contacten mee opgedaan. Dus zeker de moeite waard voor mij. En ja, gezien de reacties vind ik het ook nog steeds heel leuk om dit door te gaan, af te maken. En ik ben ook, ja, dit soort dingen. Ik vind ook, ik connect me eraan, dus maak ik het ook af. Goed mensen, nu ga ik echt even afsluiten, want ik zie dat we, even kijken, op 55 minuten staan. Dan kan ik het filmpje straks eventjes op mijn gemakje gaan uploaden. En dan zie ik jullie heel graag weer bij vlog 83. Dag!